Aspidelaps lubricus lubricus, de koraalcobra of Zuid-Afrikaanse koraalslang of gewoon Aspidelaps. Dit is een kleine elapide, een kleine cobra-achtige uit het zuiden van Afrika. Daar gaat hij weer. Prachtig mooi rood steen gekleurd. Met zwarte banderingen. Worden niet zo groot. Centimeter of 60 tot 80. Dan heb je echt een reus. Dit is een ventje. Hij is al vrij oud. Ik heb hem al bijna... Even kijken. Bijna 10 jaar. En toen was hij al volwassen. Dus hij zal een jaar of 15 zijn, denk ik. En als Aspidelaps staat er onbekend dat ze nogal enthousiast kunnen eten, nogal veel kunnen eten. En in het wild eten ze eigenlijk alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Amfibieën, reptielen, ook slangen, slangen, eieren, insecten en kleine zoogdieren. En deze vriend hier die wordt normaliter gevoerd met muisjes of rattenpuppies. Maar vandaag hebben we besloten om iets anders te proberen. Namelijk een baar te gaan. Daar zijn er namelijk toch genoeg van. En ik weet bijna zeker dat deze vriend dat wel gaat lusten. We gaan eens even kijken of ze aandacht kunnen trekken. Dat is over het algemeen niet zo moeilijk. Komt hij al? Kijk eens, mannetje. De baartegam is al dood, uiteraard. Is ook een tijdje ingevroren geweest. Om eventuele parasieten kapot te krijgen. Ik ga geen levende baartegam bomvol zitten met coccidiose en wormen en andere tering zal je om slangen geven. Kijk eens. Heb je geen honger? Is net verveld. Dus je zou verwachten dat hij wel een beetje trek heeft. Op de een of andere manier is hij niet zo enthousiast als dat ik van hem gewend ben. Hij komt zelfs niet eens kijken. Kijk wel. Hij was gewoon nog maar net wakker. Waar zit de kop? Wat is het? Is het eetbaar? Ben ik niet van hem gewend dat hij zo sloom is. Normaliter hapt hij en alles wat beweegt en wat niet beweegt. Inclusief haken en pincetten en dergelijke. Niet echt een diertje waar je je vingers bij moet steken. Kijk eens, vent. Bartegaampje. Goed zo. Dat lijkt er meer op. En zie hier dus de oplossing voor het overschot aan baartegaampjes. Want die dingen die fokken net zo hard als muizen. En ondanks dat het hele leuke beestjes zijn, moet je er maar een goed huis voor zien te vinden. En als je die jaarlijks een paar duizend kweekt, dan is dat nog een beetje lastig.
wandelt over het hoofd heen, op zoek naar het puntje. Daar hebben we hem. En dan gaat hij naar binnen. Kop eerst, in zijn geheel. Oh, en daar gaat het Aspidelops waarschijnlijk. De stekels van de buitenraam, die daar, die doen hem waarschijnlijk niet zoveel. Knaagdieren hebben ook wel eens scherpe randjes. Dit dier is van nature toch gemaakt om reptielen te eten. In Zuid-Afrika leveren er ook het een en ander aan gestekelde hagedisjes. En daar heeft hij ook geen problemen mee. Is dat zo'n luchtpijp? Nee, dat is een buitenraam. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Ik denk alleen wel dat hij iets wat meer moeite heeft met het verteren van dit ding. Want het is niet zo zacht en mals als een muisje. Ik vraag me ook af hoe de ontlasting eruit gaat zien. Maar dat zien we vanzelf wel. Nou, we laten hem verder maar met rust. Ik ga er toch vanuit dat hij hem lekker op gaat eten. Dan moet hij niet zo'n moeite mee hebben. En dan zien we vanzelf wel weer hoe het eruit komt. En dan doen we dat over een paar dagen weer. Want we hebben patergamers genoeg. Wacht nog heel eventjes. Maak de 10 minuten even vol. Ik zie wat druppels uit zijn neusgaten komen. Het lijkt alsof hij verkouden is, maar dat is hij niet. Het is waarschijnlijk vocht wat nog op de baardraam zit, wat naar buiten gedrukt wordt. Het ding is zeiknat. En die gestekelde huid die houdt heel erg goed vocht vast. Daar zijn ze voor gemaakt. Maar hij heeft er niet echt veel moeite mee zo te zien. Kop is onder binnen, pootjes gaan nu. En zijn schouders al lang en breed voorbij. Wandelt lekker over de prooi heen. Het zijn trouwens geen druppels, hij glimt gewoon zo mooi. Oops, okay. Ik ga een klein beetje zand mee naar binnen, is niet erg. Zand schuurt hem maar. Beukensnippers niet. Vandaar dat hij op zand zit. Nou, dat gaat wel goed komen zo verder. Dus ik laat het hier maar bij. En dan zien we vanzelf weer hoe dat eruit komt. Als poep, waarschijnlijk. Doe het nog eens een keer.